Nou, ik was laatst in Frankrijk. Ja. En daar was het stokbrood zo heerlijk, Anita. Ja, echt waar. Ja. Alors, j'ai amené des baguettes. C'est déjà. C'est déjà pas bon? Non. C'est une sorte sponge. Maar weet je wel hoe jullie stokbrood maken dan? Nee, ik krijg ze gewoon zo aangeleverd en wij bakken ze gewoon. En dit soort broden, ja, dat kunnen ze gewoon maken in 2 uur. Ja, voor de Nederlandse bakker is meel is meel. Ja. Dat is wel lekker, maar dat is anders. Ja. Ja? Ik had een vraagje over stokbrood. Ja, vertel. Nou, ik was laatst in Frankrijk. Ja. En daar was het stokbrood zo heerlijk, Anita. Ja, echt waar. Ja, ken je ik dat? Ik weet het, ik ken Frankrijk. Ja, en de stokbroden ook, toch? Ja, zeker. Ja, ja zeker. Maar waarom zijn die stokbroden... Ik bedoel, ik ben gek op jullie winkel... maar waarom zijn die stokbroden toch gewoon bij de supermarkt... altijd zoveel minder lekker? Weet je, ik denk dat de Fransen ander deeg gebruiken. Denk ik, hoor. Oh. Ja, ik weet niet. Ja, misschien heeft het met uw eigen gevoel te maken... omdat het op vakantie is, dat het zeg maar dan... Ja, misschien wordt het daar sterk gemaakt. Ik heb het altijd met bier in het buitenland. Oh. Dat smaakt daar ook beter als wanneer ik het hier thuis buiten drink, zeg maar. Frankrijk. Het land van wijn, kaas en in de warme zomerzon aan een vers stokbrood knabbelen. De Franse baguette is de crème de la crème en smaakt naar meer. Maar in Nederland smaakt een Frans stokbrood vaak heel anders. Hoe kan dat? En welke bakker bakt dan dat brood? De Keuringsdienst van Waarde gist niet langer en maakt zich op voor broodnodig onderzoek. Hallo. Ja, ik wil graag 2 witte stokbroden. Jullie hebben echt zoveel soorten. Wat is nou de echte Franse stokbrood? Oh, dan moet ik jou even naar de broodafdeling even verwijzen. Want die dames hebben echt verstand van brood, jongen, dat wil je niet weten. De Franse stokbrood wit, dat is de echte stokbrood, ja. Ah. Waar geen rustiek voor staat, of weet ik het allemaal, gewoon de Franse stokbrood wit. Ja, gewoon een witte. Staat ook op het etiket dat Frans stokbrood staat aan de linkerkant, of aan de rechterkant. Oké, als de Frans stokbrood op staat, dan ben ik fijn. Ja. Hoe is het? Ja, heel goed. Jij? Ja, ook goed. Ja. Ik heb wat stokbrood meegenomen. Ja, stokbrood, dat is wat, hè? Dat is wat, ja. Ja. Kijk, dat zal wel van pas komen. Ah, waar is hij? Allee, jij bent natuurlijk een Fransman. Ja. Ja. Oui. Oui. Wat mij dus opvalt, is als ik op vakantie ben in Frankrijk... dan lijkt het alsof het stokbrood altijd lekkerder smaakt dan in Nederland. Ja. Maar heeft dat nou te maken met dat je op vakantie bent en ontspannen en lekker naar zon zit en je hebt de Nutella erbij? Of is er ook, zijn die Franse stokbroden ook beter dan Nederlandse? Je hebt natuurlijk de romantiek. Ja. Maar ik denk dat in Frankrijk hebben ze per definitie al jaar de ervaring om brood te maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik ken een bakker in Lyon, een vrouw die is heel bekend daar. Die zegt dat het geluid van de brood is heel erg belangrijk. Ik vond het zo mooi. Ja, zo'n brood, op het moment dat je gaat... crash, let's say, je breekt het. Breekt het. Mm-hmm. Dan ruik je iets, je geluid. Het is heel belangrijk, alles is belangrijk. Maar ik denk dat komt ook door de bloem. De bloem en de manier hoe het maakt. Ja. Wij houden van krokante brood. Ja. En een brood met geluid. Dat vinden we. En de kleur. En de kleur. Mijn moeder die vraagt altijd bien cuit. En dat is een beetje bruiner. Ja. Ja. Ja, er zit iets in het meel wat anders is hier. Oh, echt? Ja, ze reizen het hier allemaal anders dan in Frankrijk. Ja, ze zullen misschien ook wel een geheim recept hebben, dat weet ik dus niet. Oké, misschien hebben die Fransen een geheim recept. Ja, dat weet ik dus niet. Ingrediënten, is dat ook belangrijk? Bijvoorbeeld bloem. Wat voor bloem je gebruikt?
Ja, het is heel belangrijk, tuurlijk. Dat is, kijk, zeker als je op een zuivere manier werkt, zonder dat je nog allerlei trucjes toepast en toevoegingen gebruikt, dan moet die grondstof, ja, dat is bloem, verder is het niks, moet van een hele goede kwaliteit zijn. Et quel type de farine de blé vous utilisez? Alors c'est ça peut être la T65 qu'on utilise pour le fabriquer nos baguettes de tradition. Okay. Wil je als tarwebloem aan de basis liggen van een echt Frans stokbrood, dan moet je T65 eten. We zijn welkom bij een Franse meelfabriek. Bonjour. Sophie van den Enk, keuringsdienst van waarde. Bonjour, Bertrand Girardot, je suis le meunier du Moulin du Fromenteau. Super. Bienvenue. Et vous faites ici la farine pour la baguette tradition française. Oui, tout à fait. C'est dans ce moulin-là, on fabrique la farine de tradition française. Super, je peux voir? Il n'y a aucun souci, je vous emmène, on va visiter. Merci beaucoup. Voilà. Voyez. Donc là, voilà, le blé, il est en l'état et on va le stocker dans les silos. Et on va retirer tous les déchets, toutes les impuretés, oui. Les balles, les pailles. Vous voyez, il y a de la poussière. Et donc, nous avons ici le début de la baguette tradition française. C'est vrai que c'est le début du travail du meunier. Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différents types de farine? Parce que moi, je croyais que la farine est la farine. Ah oui, mais la farine n'est pas la farine. Certaines farines sont faites pour faire du biscuit. Certaines farines sont faites pour faire de la biscotte, certaines farines sont faites pour faire du pain de tradition française, d'autres pour faire de la brioche ou du croissant. Et ce n'est pas les mêmes blés. Mais c'est tous le même farine? Non, c'est de la farine blanche, mais ce n'est pas les mêmes farines puisque ce ne sont pas les mêmes blés. À la fin, la label rouge est cool, voilà, c'est là où on est sur notre produit haut de gamme. Donc on peut dire vraiment que là-bas, nous voyons le secret de la baguette tradition française. Il ne faut pas le dire trop fort. Non. Et ça, c'est notre secret de meunier. Wow. Ik heb dus heel veel broden bij me. Want hoe test je eigenlijk of een stokbrood goed is? De kleur is heel erg belangrijk. Het gebakken moet een beetje bruinen. Uh-huh. Het lekt allemaal niet ambachtelijk gemaakt. Want wat valt je op aan de kleur? Te licht. Te licht. Hij lekt niet af. Niet af? Hij lekt gefabriceerd door de machine. Uh-huh. Industriële brood, dat lekt het op. Ja. Dit is... Luister even. Een soort sponge. En als ik een beetje zo doe, uh-huh. Let op. Oh, hij blijft ook in de vorm waarin je hem knijpt. Ja. Maar ik zie deze brood daar. Ja. Dat vind ik meteen aantrekkelijk. Kan je kijken? Ja, ja, ja. Kijk. Hier. Dit is belangrijk, dat. Deze stukjes. Het is een beetje bruin. Dat is te gek. Ja, dat klinkt heel anders, ja. Ja. Maar Alain, over dat cultuur gesproken. Hoe en wanneer eet een Fransman stokbrood? Laat zeggen, bijna de hele dag. Bijna de hele dag? Ja, bijvoorbeeld. Soms hier, mm-hmm. Zal ik bijvoorbeeld, dat deed voor mijn moeder, sneed zo'n stukje brood. Deden we even op de kachel? In een pan, in een pan. Ja. Laat het een beetje licht bruin worden. En dan doe je boter daarop. Mm-hmm. En dan doe je jam daarop.
En dan pak je zo'n tartine en je gaat het zo doen. En dan ga je door in je koffie met melk en eet je zo. Lekker. Smiddags eet je een sandwich met jambon, ham, cornichon of pâté. En dan eet je met een glas wijn. Mm-hmm. S'avonds eet je aan tafel met je gerechten. Dus hij, ik zal niet zeggen dat je je vriendje is, maar hij hoort de hele dag. Ja, ja. Ja. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, in feite. Bijna. Ja. Het is wel grappig, want dat brood wat jij eruit pikt, wat jij zo lekker vindt, dat komt van een Franse bakker die wel in Nederland zit. Zijn mail die komt uit Frankrijk. Dus haalt hij zijn mail uit Frankrijk? Ja. Weet je dat? Ik weet zeker, ja. Want wat jullie maken, dat noemen ze dan toch ook Franse stokbrood, of niet? Ik heb geen idee, ik ben geen bakker. Nee, maar je bent toch van de broodafdeling? Ja, maar wij weten niet hoe ze stokbrood in Frankrijk maken. Maar weet je wel hoe jullie stokbroden maken dan? Nee, ik krijg ze gewoon zo aangeleverd en wij bakken ze gewoon. Wij krijgen niet van elk product te weten hoe het gemaakt wordt. Oké. Ik denk dat er heel weinig Nederlandse bakkers zijn die weten van welk ras tarwe hun meel gemalen is. En dat is eigenlijk natuurlijk, vind ik, vrij onvoorstelbaar. Dat is hetzelfde als dat je een fles wijn koopt en niemand weet of het een Sauvignon of een Chardonnay eruit geweest is. Dat is onbestaanbaar. Ja, voor de Nederlandse bakker is meel is meel. Ja. C'est quelque chose de très spécifique de la France, quoi, parce que nous avons du blé aux Pays-Bas, mais nous n'arrivons pas à faire les baguettes comme chez vous. Alors après, c'est une formation à avoir. Ici, on a reçu de nombreux boulangers des Pays-Bas. Mais et les boulangers néerlandais qui viennent ici, est-ce qu'ils sont très surpris? Ah oui, ils sont surpris. Qu'est-ce que... J'adore les yeux qu'ils ont. Le matin, c'est souvent des formations qu'on fait sur deux jours. Donc la veille, on fait les pétrissages, on met en bac, on met évidemment aucun améliorant. Et évidemment, ils sont le matin, donc on va faire la cuisson le lendemain matin. Donc on divise et on met au four. Et là, les yeux pétillent en disant « c'est pas possible, ça va pas sortir un beau pain, j'ai jamais vu ça ». Et là, ça sort un beau pain. Et là, ils sont agréablement surpris. Donc, c'est faisable. On peut le faire. Maar jullie weten dus nooit wat er eigenlijk in dat deeg gaat. Ja, dat in principe wel hoor. We weten wel wat in het ingrediënten hebben ze wel gewoon. Maar maken het niet meer zelf, nee. En wat zijn de ingrediënten dan? Even kijken. Ga ik even voor je opzoeken. Nou meneer, het is wel echt een ontiegelijke lijst hoor, wat er allemaal in zit. Zo. Dat zou je niet denken. Het is toch maar stokbrood. Ja, de ingrediënten zijn tarwebloem, water, zuurdesem, tarwe, zemelen, tarwegluten, zuurdesem, zuurdesem, bakkersout, zuurtgeregelaar, emulsiemiddel, zonnebloem, olie, bloembehandelingsmiddel, dextrose, zout, tarwegluten, tarwebloem, tarwehavermout, gist, nog meer gist, ander soort gist. Wauw. En dat zit allemaal in één stokbrood? Ja. In ons eigen stokbrood is bloem niet gewoon bloem, maar een lijst met ingrediënten waar geen einde aan lijkt te komen. We bezoeken een authentieke Franse bakker. Monsieur Boulanger? Oui, bonjour. Bonjour, Sophie van den Enk, keuringsdienst van Waarde. Bonjour, Eric, de boulanger. Oui, super. Alors, c'est par ici que ça se tient. Donc là, c'est la cuisson. Oui. Et la préparation des baguettes, ça commence par ici. Donc avec des ingrédients. Donc la farine de tradition. Voilà. Donc c'est une farine qui est labellisée. Mm-hmm. Donc, qui suit une réglementation particulière, elle ne doit pas contenir d'additifs ou de conservateurs. D'accord. C'est vraiment que du blé. Donc la farine et puis... Donc de la levure ou du levain, ou les deux, un mélange des deux, du sel et de la farine et de l'eau. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et là, je pourrais dire que le pain que je fabrique avec ça, c'est du pain de tradition française. Oui. Nee. Maar als het gewoon langwerpig is, lang en ongeveer 50 centimeter en het staat in een mand, nou ja, weet je wel, dan mag je er een bordje bij
bij zetten waar stokbrood op staat. Nou, dat heeft natuurlijk niets te maken met het oorspronkelijke stokbrood in Frankrijk. Want jullie bakken het wel echt vers? We bakken het echt vers af. Ja hoor. Wij bakken het af, hè. Wij bakken het af. En misschien is dat wel het grootste verschil, dat waar u het gehaald heeft, dat het daar helemaal zelf gemaakt wordt. En wij krijgen het binnen en het gaat bij onze diepvries in en wij bakken het vervolgens nog een keer af. Oké, het gaat nog eerst even in de diepvries. Ja. Jullie bakken dus stokbroden af die bevroren zijn geweest. Die bevroren zijn geweest, ja, dat klopt. Je crois que presque tous les pains sont surgelés. C'est interdit en France. C'est interdit? Oui, en France, l'artisan boulanger n'a pas le droit de surgeler ni ses pâtes, ni ses pains. Mais pourquoi c'est interdit? Justement pour faire la différence, parce que rien ne m'interdirait, effectivement, c'est pas compliqué. Hein. Je prends ma pâte, je la mets au congélateur et puis je la ressors dans 2, 3, 4, 5 jours. Et pour qu'elle soit surgelable, entre guillemets, pour qu'elle supporte le froid en négatif, je serai obligé d'y rajouter des additifs, justement. Ah. Door toevoegingen gaan diepgevroren stokbroden in Nederland toch als warme broodjes over de toonbank. Wij willen nu wel eens zien hoe ons stokbrood wordt gemaakt. En ik vroeg me af of dat mogelijk is dat we bij jullie filmen hoe jullie stokbrood... Ik heb al gereageerd op zijn verzoek. Aha. En helaas moeten we aangeven dat we dat niet kunnen doen. Oh. Mijn collega dat hij niet wenst mee te werken aan een media-uitzending daaromtrent. En dat zoeken we meer bij onszelf. Wij hebben niks te verbergen. Dus al onze category managers en de commercieel directeur zijn heel druk bezig. Als jullie gewoon weg niet binnen hadden willen hebben, dan had ik dat ook gewoon eerlijk tegen jullie verteld. Nou ja, misschien bij een andere leverancier van stokbrooden, maar bij ons gaat het helaas niet. Nee. De Nederlandse bakkers zien geen brood in onze komst en steken er een stokje voor. Wat houden deze bakkers voor ons achter? Waarom houden ze hun overdeuren gesloten? We zoeken naar antwoord op een voedselbeurs in Parijs. What I think in general, like if you look in the Netherlands and you buy like in a regular supermarket a baguette and you compare it to like more like from a small French bakery, it's such a huge difference. Yeah, for the Netherlands market is, I mean, not the best. It's not the best? We don't get the best bread? We just look at the cheapest products. But how then? Because, I mean, bread looks simple. You have like four ingredients. How do you make a low-quality bread? Like, what's the difference in... It's faster. It's done faster. Low quality, you do it in 2 hours. So... 2 hours. Nou ja, jullie leven voor supermarkten ook? Ja. Hoe werkt dat, zeg maar? Hoe maak je een stokbrood voor de supermarkt? Wel, bijvoorbeeld voor onze rusticale producten, die u hier ziet. Ja. Daar zijn we ongeveer eerder het product op de lijn gehad. En 60 uur onderweg. 60 uur? 60 uur en het deeg te laten rusten. Ja. Want als je goed brood wil bakken, moet je tijd nemen. Ja. Maar al jullie brood doen jullie 60 uur over? Nee. Het standaard baguette, ja. Dat gaat veel sneller. En hoe snel hebben we het dan over? Dan gaan we dus... de deeg wordt gemaakt en laat ons zeggen, ja, een klein... maximum een uurtje later is het product. Oh, wauw. Is het deeg in productie. Zo. 60 uur of 1 uur is een groot verschil. Groot verschil. Proef je ook in de kwaliteit van het brood. Oh ja? Dan moet je geen expert zijn. Dat proef je. Een broodje wat in een uur maakt is gewoon iets minder lekker. Dat is wel lekker, maar dat is anders. Ja. Ja? Je kunt het eigenlijk niet versnellen zonder dat je vals gaat spelen, in mijn ogen. Zonder dat je gaat werken met broodverbeteraars of procesversnellers of achterlijk veel gist gaat toevoegen om maar gewoon zo snel mogelijk die ontwikkelingen tegen te krijgen. Dus eigenlijk wordt er heel erg vals gespeeld als er stokbrood wordt gemaakt in Nederland? Ja, ik vind het wel. Ik vind dat je heel vaak eigenlijk het geen stokbrood mag noemen. Tout ça, c'est ce qu'on a fait hier, qu'on a pétri hier. Oké. Donc en fait, on a des pâtes, vous voyez, qui sont déjà fermentées. Donc là, on voit le travail des levures. Hein. Oh, wow, yeah. Elles ont travaillé, on a les bulles, là, ici. Wow. Et si vous sentez, vous allez sentir la fermentation. Et qu'est-ce que je sens, alors? Là, c'est la fermentation, c'est le gaz carbonique et l'alcool. Parce qu'en fait, quand vous avez une fermentation, vous avez une production de gaz carbonique, d'alcool, c'est ce qui donne le parfum au pain, cette odeur particulière. Et cette
Levure, on dit, c'est pendant combien de temps? Alors, c'est très variable d'un boulanger à l'autre. Nous, on le laisse entre 12 et 24 heures. 12 et 24 heures? 24 heures. On ne touche pas la pâte, on la laisse vraiment, on laisse vraiment les levures et les bactéries faire leur travail et pour arriver à un optimum de qualité, avoir des fermentations très longues et peu de pétrissage. C'est très doux et très tendre, oui. C'est comme vous le faites. Et je vais les mettre au four. Je kan niet ontkennen dat er broden in de supermarkt liggen dat je denkt, wauw, die zijn echt al veel minder lekker dan... Nou ja, er zit veel verschil in, laat ik het zo doen. Natuurlijk zit er verschil in. Maar heel veel. Natuurlijk. Je hebt een stokbrood, ik zeg, die een uur en een half onderweg is, tot twee uur. Maar die Franse bakker zal misschien die 40 uur doen. Ja. Dan hoe meer tijd, hoe lekkerder? Ja, dan heb je weer... meer smaakevolutie, mooie krokantheid, mooie insnijding. Ja, dus tijd is gewoon het allerbelangrijkste. Ja, voor mij dat is het allerbelangrijkste ingrediënt als tijd. Kijk. Ja. Ga ik iets? Ja, gewoon een beetje een brood. Nee, ja, ik niks. Kijk het verschil. Ja. Maar hoe komt dat verschil eigenlijk? Ja, door de gist, door alles. De gist, het proces, het warmte. Dit is... het is een soort katoen. Ik moet wel zeggen, we hebben hem nu... zijn de stokbroden bij ons laatst vernieuwd qua receptuur. Oh. Er zit wat meer bloem op, waardoor hij meer authenticiteit uitstraalt. Oh, oké. Okay. Want straalt hij dat vooral uit, meer authenticiteit, of smaakt het ook anders? Ja, er zit wel verschil in. Hij is wat luchtiger. Oh, luchtiger. Oké. Okay. Ja, sorry. Zie je hoe het... Een soort kauwgom. Bij ons is het natuurlijk altijd veel machinaler. En snel, snel, snel. Snel, snel, snel. Ja, ik weet dat sommige echte banketbakkers het misschien ook wel hebben. Maar zo in de supermarkt gaat het echt wel machinaal en snel. En ja, zo goedkoop mogelijk, dat laat ik er eerlijk over zijn. Ja, precies. Dat, ja, dus dan krijg je natuurlijk nooit echt zo'n Frans stokbrood met zo'n heerlijke knapperige korst. En dan zo... Ja. Ja, precies. Alors j'ai amené des baguettes. Ah, bien. De chez nous. Oui. Vous voulez voir? Goûter, peut-être? Déjà. C'est déjà pas bon? Non. Mais vous avez même pas vu? Non, j'ai pas besoin. J'ai touché la baguette. Ça suffit. Je l'ai sous-pesée et je sais comment elle sera dedans déjà, à l'intérieur. Mais on va regarder, on va comparer. Et moi, je vais vous montrer le dessous. Vous voyez la différence? Là, vous avez des petites boules, des petits motifs. Ça veut dire que la baguette, elle a été cuite dans un moule. Donc déjà, elle n'a pas le temps de faire de la croûte. Et vous voyez, dessous, ça a été cuit sur un four ventilé. Oh. Et ça, c'est caractéristique des pains industriels. Nous, on a des fours avec des sols lisses. Donc là, vous voyez, vous entendez la différence? Oui. Donc ça, moi, c'est une baguette type industrielle. Mm-hmm. C'est pas bon. Je sais que c'est bourré d'additifs, sans avoir besoin d'y regarder. Et voilà la différence avec une baguette de tradition française. Notre pain était 99 centimes. Mm-hmm. Donc c'est presque un euro. Presque un euro, oui. Mais votre pain est... 1,10 €. Ok. Doe niks. Het lijkt wel een slappe, ja. Een slap ja. Kijk, hij gaat hier gewoon op. Nou, hier word ik niet blij van. Nee. Hier wordt niemand vrolijk van. Nee, niemand. Stokbrood uit de supermarkt is eigenlijk dus gewoon wit brood in een andere vorm. Nou ja, vind ik wel. Maar eigenlijk is dit gewoon een wit brood in de vorm van een stok. Maar een stokbrood is het eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Nee, oké, prima. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.